moeilijk om te lezen met braille. Eigenlijk, in feite is braille wel makkelijker, want jullie hebben... Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. Ik ben Marina en ik ben blind, maar ik ben niet gehandicapt. Like en subscribe en welkom bij weer een nieuwe hashtag Vraag Me Raak video. En Inge Dannenberg had ook nog de vraag, wat zou je kiezen? Nooit meer paardrijden of nooit meer YouTube? En dat zijn dus echt de twee dingen die ik het liefst doe, dus daar kan ik echt niet uit kiezen. Eva Bluesield heeft een paar stellingen. Nou, tot nu toe heb ik dat al gezien en ik hou echt van die stellingen. Tanden van haar of haar van tanden? Dan ga ik voor haar van tanden. Als je tanden van haar hebt, dan kan je niet lekker bijten, dus dan kan je ook niet goed eten en ik hou van eten. Ponies of paarden? Ponies, ik vind paarden te groot. Als versie. Versie nog aan pony, dus ja. Even kijken. Nooit school, maar heel erg dom. Altijd school en super slim. Nou, dan maar altijd gewoon super slim. Ja, ik ben liever slim dan dom. Weet je? Ik weet, deze vragen slaan helemaal nergens op. Maar ik weet het zelf niet eens. Ha! Oh nee, ik vind deze vragen echt leuk. Miepie23 vraagt, wordt er wel eens vergeten dat je blind bent? En zo ja, hoe vind je dat? Ik vind dat echt leuk. Pas ook was kapoenenkamp met Julia, die zei, ja, dus Marina, we vergeten wel eens dat ze blind is. Maar ja, dat geeft me echt een compliment. Dan zie ik er niet echt uit als iemand die heel erg blind is en zo of zo. Snap je wat ik bedoel? En Emma, die vergeet me ook vaak genoeg. Die rent dan weg en dan, oh ja, dan roep ik, Emma, vergeet je niet iets? Niet alleen Emma hoor. Oh ja, dan rent ze weer terug en dan rennen we weer weg. En ik één keer. Wanneer? Toen je die witte pot boven moest pakken. Oh ja, pak die pot met die witte deksel. Ik zei, mam, ik zie geen witte deksel. Sanne Kerver vraagt, gebruik jij deze lezer alleen voor braille of voor luisterboeken? Luisterboeken. Niet voor braille, alleen voor luisterboeken. Ik hou van luisterboeken. Zelf ben ik bijna afgestudeerd als instructeur en vroeg mij af hoe jouw leraar jou begeleidt. Nou, eigenlijk gewoon, maar ze zetten bijvoorbeeld aantekeningen vaak op een sticky, zodat ik het niet van het bord hoef over te schrijven, ook alleen maar te kopiëren en zo. Ze zeggen ook, als ze op het bord gaan schrijven en ik moet het overnemen, wat ze opschrijven. Ja, gewoon heel fijn. Herkenbaar, die hoge oogdruk. Ik had ook een druk van 54, maar ik heb een soort luikje in mijn oog gekregen. Anders was ik ook blind geworden. Maar ik had er nooit last van gehad. Dus erken het niet wat je moeder zegt. Bijzonder. Een nieuwe kijker, Gade Elsalik, die vraagt, die is dus een nieuwe kijker en die vraagt of dat ik blind geboren ben of dat ik, ja, hoe ik zeg maar ben blind geworden. Nou, dat heb ik in deze video beantwoord. Ik had dus oogkanker en ja, daardoor ben ik blind geworden. Dus ja. Nou, Claudia Kalenga, weet ik niet, vraagt, hoe kan je wisselgeld aannemen in je producten die je hebt gekocht pakken? Nou, wisselgeld aannemen, gewoon hand ophouden en dan krijg ik het. En dan tel ik het altijd na, want op elk muntje, zeg maar, zitten andere ribbeltjes. En op briefjes nu ook, maar dat moet ik nog even leren. Nieuwe briefjes, maar moeten jullie thuis maar ook even goed kijken naar de muntjes. Ik kan er nog wel even een keertje in een video uitleggen of er een video over maken. Ik kijk wel. En het is best wel moeilijk om, kijk, je product die je hebt gekocht kan je gewoon zo pakken, zeg maar. Maar ik vind het moeilijk om je geld te geven. Want je ziet natuurlijk niet dat of dat die iemand daar zijn hand op houdt of daar. En als ik geen daar zijn hand op houd en ik doe het daarin, ja, dat is wel een beetje raar. Maar ja, dat vind ik moeilijk om het geld dan te geven. Maar ja, als je bijvoorbeeld een doosje koekjes en een doosje crackers naast elkaar zet, zie ik ook het verschil niet. Dus daar met producten uitzoeken moet ik wel echt bij geholpen worden, zeg maar. Maar ja. Deze naam is niet zo handig, maar ik ga het toch even uitspreken. Dezegene heet Thomas is een takkenkind. Nou, Thomas. Nee, heel erg grapje. Staat Dancer nu nog steeds bij jou op de meneer? Want bij mij is er een nieuwe pony. Die heet ook Dancer. En ik vroeg me af of dat jouw Dancer was. Nee, die staat er nog steeds. Onze Dancer is bruin en die van jullie is wit met rechtopstaande manen, zoals ze beschrijft. Maar die van ons is bruin en die staat er gewoon nog. En daar ben ik heel blij mee, want ik hou van Dancertje.
En zijn, ik ben niet de enige volgens mij. En ja, ook bij jou is Dancer ook klein. Ik vind Dancer ook geen naam voor een heel groot paard als ik eerlijk ben. Maar oké, ja, die staat er gewoon nog. Wojo! Wacht even, er gaat iets fout. Oh, het gaat alweer. Jolien Bruggeman, die zegt, heb je wel eens gezwommen? Zo ja, hoe ging dat? En zo, nee, zou dat ik willen. Ja, ik zwem vaak, ik heb mijn A en B diploma. En ja, ik vind zwemmen heel leuk en ik ga best wel vaak gewoon naar het zwembad met mijn vriendinnen. Ik heb pas mijn B gehaald, omdat mijn moeder altijd zei, als je ook je B hebt, dan mag je met je vriendinnen alleen naar het zwembad. En dan hoef ik niet mee, dus ja, ik heb ook gewoon mijn B gehaald. Tja. Emma van Liebergen vraagt, maar hoe rij jij een Volte met een belletje? Ja, nou ja, op de manege met de wedstrijd doe ik een Volte, zeg maar, van B, E, B of E, B, E doe ik wel met een belletje. Maar van A, X, A of C, X, C hoeft niet, want dan gaat de instructrice, zeg maar, de voorlezer, gaat de X staan en dan rij ik zo en dan rij ik zo op haar af en dan kan ik gewoon zo om haar heen. Dus ja, en in de les doe ik niet met een belletje zo, dan rijd ik gewoon, maar ja. Paardenfilmpjes die vraagt, hoe kan je pinnen bij een pinkassa? Ik heb nog nooit gepind. En ik heb ook helemaal geen pinpas of zo. En ik vind het ook een beetje gevaarlijk of zo. Ik weet niet. Mijn ouders vooral, maar ik vind contant ook gewoon prima, dus ja. Oh ja, jongens, degene van de tsunami heb genoemd, die ook een vraag had gesteld. Jouw vraag is er al gekomen en ja, dan hoef ik je naam niet meer te noemen. Dus volgende keer gewoon zo snel mogelijk een vraag stellen. Misschien noem ik jouw naam dan ook wel. Caitlin Roosje die zegt, hoe kan je filmpjes kijken? Want mij lijkt het echt vervelend om het alleen maar te horen. Ik ben niet anders gewend. Ik kan het natuurlijk alleen maar horen. Dus ja, ik kan niet zeggen van, oh ja. Ja, ik kan wel zeggen, ik zou het echt graag willen zien. Maar ja, dat kan toch niet. Dus ja, ik hoor het gewoon. Fenna Jonkhout die vraagt, hoe weet je nou hoe bijvoorbeeld blauw eruit ziet? Dan moet je even hier links in het i'tje kijken. Daar staat video met mijn 6 meest gestelde vragen. En daar kan je het in zien. Mackenzie Lokkers die vraagt, wanneer wil je een keer springen met de versie? Trouwens, een hele mooie naamversie. Ik heb al een paar keer met gesprongen, maar ik wil wel vaker gaan springen. En ik vind dat echt heel leuk en dan moet ik het niet weer afrollen. Maar gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Maar, maar ik zou wel, ja, wil vaker weer met hem willen springen. Ilse Liebbergen die vraagt hoe wij het tegenkomen om te gaan paardrijden. Nou, ik zat vroeger op de basisschool en ik was 5. En toen vroeg zo'n meisje van, ja, kom je naar mijn kinderfeestje, we gaan paardrijden. Dus toen ging ik paardrijden en ik mocht op Dumbo. En sindsdien ben ik op Dumbo gaan rijden op de manege privélessen. En toen ben ik gaan, ja, zo ben ik begonnen. En ik ben Bianca heel erg dankbaar, want ik hou echt van paardrijden. Dankjewel, Bianca. Fleur Snitselaar die vraagt, zou je ook een keer Feline uit willen dagen om blind te gaan rijden? Daar gaan we achteraan en ik hoop dat ik er, ja, ik zie er waarschijnlijk al met Horsje Vent. Maar ja, we gaan hopelijk al een keer samen een video opnemen. Het lijkt me echt heel gezellig. Ruby vraagt, is het moeilijk om te lezen met braille? Eigenlijk, in feite is braille wel makkelijker, want jullie hebben schrijfletters, blokletters, hoofdletters, weet ik wat het verschil is. En ik weet niet, jullie moeten aan elkaar schrijven, weet ik veel wat jullie allemaal moeten. En braille heb je 6 puntjes. Ik kan gewoon typen. Nou ja, ja typen. Maar het gaat over het lezen. Wacht even. Ja, dat is eigenlijk veel makkelijker. Want je hebt maar 6 puntjes. En je hebt geen... Ja, je hebt wel hoofdletters. Maar er staat er een dingetje voor. Zodat je weet wat een hoofdletter is. Maar je hebt geen hoofdletters en... Oh, wacht. Je hebt geen schrijfletters en blokletters. En allemaal letters, weet ik veel. Dus het is eigenlijk makkelijker. Wacht even, hij deed raar. Oh, ik zie het al. Ik zie het al. Het is gelukt, jongens. Jee. Horse Life. P-R-E-S-T-I-G-E. Zegt, heb je wel eens een ongeluk gehad doordat je blind bent, zeg maar. Dat iets is gebeurd omdat ik blind ben, zeg maar. Nou ja, om het even zo. Bijvoorbeeld ergens overheen ben gestruikeld doordat ik blind ben. Even om het zo uit te leggen. Nee, ik val wel eens van mijn pony af. En ik heb een keer dit gekneusd gehad. Maar dat komt niet doordat ik blind ben. Want ja, nee. Niet doordat ik blind ben, toch wel? Nee, ja, je bent één keer tegen de deur aangelopen die open stond. Nee, maar die echt geknald. Gewoon hard. Oh, dat was die dag dat Kai wegging van de manege. Geen idee. Dat weet ik nog. Nicky Lucas vraagt wie mijn BFF is. BFF. Daphne en Maya en Kiara en Emma en Tessa en Kelly. Alles mee. Zoiets, denk ik.
Maiken Dagnastar of zo, die zegt: wat doe je het liefst, draf of galop? Dan denk ik toch wel galop, want ja, iedereen die houdt heel erg van galop. En draf kan je ook hard, maar galop kan je pas echt hard. Nou, ik vond het echt hele leuke vragen. En ik ga echt proberen om sneller voortaan een video op te nemen. Vraag maar raak een video op te nemen. Maar ik hoop dat jullie wat aan de antwoorden hebben. Zet je vragen... Oh, wacht, dat heb ik in de outro staan. Nou, joehoe, tot morgen! Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer ook even allemaal op mijn kanaal. En de volgende vraag die je hebt, zet je dan onder de nieuwste Vraag Maar Raak video. Joehoe!